lieve, lieve, lieve Olle-familie. Welkom weer bij deze nieuwe video. Ik ben hier met... Shalee! Ja! Het is Halloween binnenkort, het is oktober en ik heb jullie beloofd gewoon een paar Halloween video's te geven. Vorige week hebben jullie allemaal kostuums gezien van Wish. Er zaten er een paar bij die het heel goed deden en sommigen ook die het helemaal niet goed deden. Maar Shalee had erop gereageerd van ik wil je omtoveren tot de nun. Maar eigenlijk leek het mij veel leuker als je mij omtovert tot Pennywise de clown. En dan ga ik jou omtoveren tot de nun. Dat zien we op jouw kanaal. En ja, vandaag dacht ik, we gaan gewoon een challenge doen. De in 20 minuten Halloween look aanbrengen challenge. Of hoe we het ook gaan noemen, I don't know. In ieder geval binnen 20 minuten. Binnen 20 minuten moet zij mij omtoveren tot Pennywise de clown. We hebben natuurlijk al een mooie outfit. Shalee heeft een hele mooie pruik. En we gaan de meisjesversie ervan maken. Dus niet per se zeg maar Pennywise de clown als man. Maar hoe zou het eruit zien als Pennywise een meisje zou zijn? Eerst heb ik nog een hele leuke mededeling. Want eind oktober komt er een hele leuke video samen met Rutger. Dit zijn de tweetbeats. En met dit stuk speelgoed kun je dus hele leuke melodietjes maken. Als je het eitje verschuift, dan krijg je weer iets anders. Een ander zanglijntje. En Rutger en ik gaan eind oktober proberen om daar echt een nummer op te schrijven. Die video komt eind oktober. Ik wil alvast even een shout-out doen dat je mijn kanaal in de gaten moet houden en even moet abonneren. Als je dat dan doet, klik dan gelijk even zo dat belletje aan. Dan mis je helemaal niks. Zien er zo schattig uit. Zien er leuk uit, hè? Ja, echt heel cute. Ze klinken ook super leuk. Je gaat mij echt helemaal... ruïneren. Ja, nou, ik vind het wel een beetje eng hoor. 20 minuten. Ik ook, 20 minuutjes. We hebben hier de moemoe. Deze zetten we op 20 minuten. Hij staat... Oh, je make-up moet er nog af. Mijn make-up... Oh, nee! Oh! Oh, oh nee, dan draai ik hem terug. Je hebt echt zo'n bellen en een beestenspiegel. Ja, leuk hè? In het roze. Zo lief. Alles roze. Wat is jouw lievelingskleur? Roze. Ja, zijn we er? Oh ja, we moeten Mr. Moe Mr. Moe! Waar, Bart? Onderste, één nog onderste laadje. Mag je er zelf eentje uitzoeken. Oh, dat lijkt een leuk haarbanden! Ja! Ja, dat dacht ik al. Kon ook niet anders. Nou. Let's go. Succes. Oh my god, 20 minuten! Ik heb nu al stress. Heb je stress? Ja, nu al. Ik vind het echt spannend hoor, 20 minuten. Maar jij doet het snel. Ik ben al super groot zijn. Oh, hoi. Dit was een soort van hint van God. Van de zwaartekracht gaat ze tol eisen. Ik kwast in mijn tappen smoel. Ik heb stress. Ga je dan ook scheetjes laten? Nee. Dat doe ik altijd. Stress krijg, ga ik scheetjes laten. Ik denk, jij kan wel een poedertje gebruiken. Wow, je hebt echt een heel erg traanoog. Mijn traanoog saboteert de boel. We hebben nog 14 minuten. Dat gaat goed. Wauw. Lijkt alsof hij steeds harder gaat tikken. Pennywise. Wordt wel een meisjes Pennywise. Precies. Ik vind het heerlijk als er aan me gefrummeld wordt. Ga je mijn oogjes in zwart maken? Kan die klok wel een beetje. Ja? Ja, heftig. Wat is jouw grootste blunder? Nou, ik heb heel vaak dat ik mensen niet echt herken of zo. En ik heb ook een keertje gehad dat ik iemand gedag had gezegd. En toen zei ik echt 1 minuut daarna, hey! Maar toen was ik dus vergeten dat ik diegene 1 minuut daarvoor gedacht had gezegd. Weet je wat mijn grootste blunder is? Oh, vertel. De eerste was bij It Takes Two. Ronnie Flex was daar natuurlijk jurylid. En Ali B kwam even checken hoe het met hem ging. Dus ik zat op de toilet. Ik had de deur niet goed op slot gedaan. 3 keer raden wie mijn toiletdeur open doet terwijl ik zit te zeiken. Ali B. Ali B? Oh. Ali B doet mijn deur open. En die zegt, oh! Doe hem dan ook dicht, mut. En ik heb ze serieus die deur nog even zo open gedaan. Sorry! En een blunder van mij was dat ik bij de première van Bridget Jones Baby was. Ja. Allemaal BN'ers. En ik ging naar het vrouwentoilet. Hele toilet vol met BN'er vrouwen. Helemaal chic gekleed. En ik had een jurkje aan met hele hoge hakken. Ja. En mijn jurkje voelde heel licht aan. En die zat nog in mijn onderbroek. Ik loop zo mijn wc-hokje uit om mijn handen te wassen. Iedereen zat te geiten. Oh, maar dat zeggen ze dus ook niet. Eén iemand heeft gezegd, maar toen stond ik er eigenlijk al dik 2 minuten. Ja, sta je op je hoge hakken en je onderbroek. Oeh, wie dat ik het echt best wel lastig vind bij iemand anders trouwens. Hij heeft een beetje zo'n dierenneus.
vind hem wel al lijk hoor. Ja, het begint te komen. Ah, ik ben nog zo niet tevreden, maar ik ben zo'n perfectionist. Het is echt zo. Ik vind het echt heel mooi aan het worden, zeker met het schaduwen wat je nu doet. Ja, dat moet ook wel, dat is wel vet. Dat is de tijd in de laatste ronde. Nog 10 seconden. Laat even achter onder een reactie als je nog de droomshow kent. Ik denk dat elk moment de wekker kan gaan. Ja. Ze trilt als een rietje, joh. Nee! 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 Nou, laat maar. Nog 1 minuut! Oh, oh. Ik vind het wel super tof gedaan, hoor. Jongens, de tijd is bijna om, maar we zijn klaar. Oh! Oké. We hadden nog tijd over. Ik vind hem echt super mooi gelukt. Oh. Dus ik ga mijn pruikje opdoen. 3, 2, 1. Yay! Oh, maar ik vind mezelf nu wel een beetje eng hoor. Nou, ik ben niet helemaal tevreden, maar met het kostuum erbij is hij wel tof. Ik vond net Bassie. Ja, ik vind het super tof gelukt. Eigenlijk een beetje Pennywise is een crush. Als hij jou nu zou tegenkomen, nou, dan zou hij het wel weten hoor. Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt, zeker in die 20 minuten. Ik heb een beetje traanogen, dat kun je ook wel zien. Maar dat is dus helemaal mijn schuld, want mijn ogen die vinden make-up over het algemeen niet zo heel leuk. Hier komen nog even een paar leuke sfeershots. Zo is het geworden. Ik ben er super, super blij mee. Nee jongens, ik draag niet graag broeken. Ik sta er nou eenmaal zo bij. Het is een warme dag, ja, voor oktober. Nou, Shilling, super bedankt. Ja, we hebben ook een video op haar kanaal opgenomen dat ik Shilling omtover tot de nun. Dus benieuwd hoe dat wordt, dan moet je eventjes naar het linkje onder in de beschrijving. Of even klikken op de infokaarten. Als je vindt dat mijn Pennywise in meisjesvorm goed is gelukt, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie aankomende vrijdag weer met een nieuwe leuke of meuk. Tot dan! Dikke doei! Tot de volgende keer! Dag!